Op een dag zouden de bomen thuis worden. En op die dag, Merlak, kun je met ze praten. De wind droogde de tranen die blijk gaven aan het verdriet van het jongetje dat niet wist of hij alleen was. Soms konden gedachten je de realiteit ontnemen. De vorige keer had Elise hem verteld hoe de lucht hem in de gaten hield. Ze zei dat de lucht een persoon was en dat die persoon er altijd was, rondom hem en ver weg, om hem te behoeden voor eenzaamheid. Luister je, Mirnak? Het jongetje veegde zijn hand langs zijn ogen en zag weer duidelijk de tafel waar hij aan zat en het kamertje waar hij opgegroeid was. Elise stond bij de open haard om de kou weg te drijven. Haar zwarte krullen dansten rond haar schouders, terwijl haar blik zich op Mirnak vestigde. Ze had blauwe ogen, alsof ze er helder water in bewaarde. Voor Mirnak was het een kalmte om naar te kijken. Het leek of het water bewoog. En ondanks zijn verdriet kwam zijn adem weer tot rust. Als er andere kinderen zijn, waarom mag ik ze niet ontmoeten? Het lijkt alsof ik gevangen zit. Ik wil niet meer. Ik wil de stad zien. Waarom vertrouw je mij niet? Vertrouwen? Ach, Mirnak. Elise kwam bij het vuur vandaan en pakte zijn handen vast. Denk je dat ik je niet vertrouw? Natuurlijk vertrouw ik je, alleen de stad is gevaarlijk. Het is geen plaats voor jou, mijn zoon. Geloof me, de bomen zullen je missen. En ik ook. Vergeet de stad. Je hebt ons toch? Elise streek liefdevol over Mirnaks gezicht en keek met medelijden naar hem voordat zij hem omarmde.